Humanitas is op zoek naar vrijwilligers in Tiel die iets voor een ander willen doen. Wij zoeken maatjes voor vooral jongeren van een jaar of 10 tot 15 jaar. die graag een jongere maatje willen. En dan een jongere maatje zo vanaf 16, 17 jaar tot 25, 30 jaar. Zo'n beetje die leeftijd zoeken we. De jongen willen heel graag een maatje omdat ze het lastig vinden om contact te hebben met anderen of dat ze wat eenzaam zijn of omdat ze ja, gewoon graag eigenlijk iemand hebben die even tijd voor hun heeft, die iedere week eventjes tijd heeft. We hebben bijvoorbeeld ook wel eens een keer een heel groot gezin gehad, een alleenstaande moeder die had gewoon niet zoveel tijd, die vond het heel fijn dat een vrijwilliger dan met één van haar kinderen gewoon leuke dingen ging doen en de ene keer met de ene en de andere keer met de ander. Meestal is een maatje wel gewoon een, dat je wekelijks of twee weken met dezelfde op pad gaat, maar het kan ook in een gezin zijn dat je dan eens met de ene dan met de anderen. En een stukje gaat wandelen, voetballen, een spelletje doen. Gewoon even tijd en aandacht voor iemand. Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met de vereniging. Iedere week of iedere twee weken tijd hebben om een uur of anderhalf even bij, ja, bij iemand te zijn. Er echt voor iemand te zijn. En dat is ongeveer een jaar lang zo'n koppeling. En we geven een training. Dat is dan wel iets wat we graag van tevoren. Dat is een paar, één of twee avonden of dagdelen. Maar dat is altijd in overleg. Dus dat komt goed. En nou, vanaf een jaar of 16, 17 is zo'n beetje heel fijn als we daar jongeren zouden kunnen vinden die dat willen gaan doen. De organisatie is in 1945 opgericht. De kernwaarden van Humanitas zijn gelijkwaardigheid, behoud van regie over het eigen leven en verantwoordelijkheid voor jezelf of voor een ander. De organisatie wil op een betrokken en vraaggerichte manier werken. Uh, Humanitas is een uh, vereniging en wij uh, hebben in heel het land zo'n 25.000 vrijwilligers. Die ondersteunen gezinnen of jongeren of mensen die administratieve problemen hebben of mensen die in detentie gezeten hebben. We zitten op een aantal mensen die in de rouw le leven. Dat, ja, gewoon iemand die komt, een soort buurvrouw of een soort buurjongen of buurmeisje. Als een soort vriend of vriendin komt een vrijwilliger dan bij iemand uh, thuis. En dat is... Uh, Soms wekelijks en uh, soms zijn het ook korte trajecten, soms langere trajecten. Dus dat uh, bestaat allemaal.